is vandaag maandag en wij zijn met de eerste en tweede jaar samen aan het oefenen voor Nacht van de Kunsten. En ik ga niet zingen. Wij gaan playbacken. Wij gaan playbacken, want stemmetje is moe, stemmetje is klaar. 525,000 moments so dear. In daylight, in sunsets, in midnights, in cups of coffee. Wat zijn jullie aan het kijken? Barbie! Oh shit, je bent aan het vloggen. Ik hoopte dat je hier terug zou komen. Ik hoop ook nog eens, ik dacht dat we jaren Barbie! Yes! Ga je er nou helemaal recht voor zitten, Bjorn? Dit is een Belg. Het is een echte Belg. Je zit er officieel een Belg in mijn vlog. In zijn natuurlijke habitat wel naar Barbie films kijken. Ik moet helemaal zo bij jou, want kijk, ik kom er niet bij als ik het doe. Oh, ik kan het niet met jou. Je houdt gewoon van mij, Bjorn. Bjorn en ik zijn vrienden, we hebben geen relatie voordat jullie het allemaal denken. Ja. Maar we hadden toch een relatie, Pam? Ja, nee, sorry. Ja, Pam wil dat zeg maar nog wel een geheim houden nu, maar... Dat heb je dan toch echt verkeerd begrepen, Bjorn? Zo. Ja. 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 Ik wil er ook op. Ja. Maar ik zal even terug Vlaams klappen, want anders verstaan de Belgen. Ja, doe dat maar even. Ik heb ook Belgische volgers. Vind ja, ze dat leuk. Bedoel ik, want als Belgen dit zien, dan zijn ze altijd boos dat ik, dat ik eigenlijk aan het Hollands klappen ben. En dat vinden ze niet zo tof. Dus bij deze, Belgen van me. Oh ja, Fritsi kan Duits. Oh, daar nog een Duitser. Nu Duits. Hallo allemaal. Ja. Hallo Leute. Nee, ik wil Duits. Was zou je zeggen? Ja, hallo. Welkom bij deze nieuwe vlog in het Follower van Pam. Follower, klasgenoot, ja. Ja. En ik ben een indringer. En ik ben gewoon Nederlands. En we zijn daar in onze Weihnachtsbaum. Hè? Oh ja. Weihnachtsbaum. Welkom in de Duitse vlog. Schnitzelen en lichten en kleine vögeln. En dan, hoe zeg je Merry Christmas in het Duits? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Welkom, waar moet ik dan op duwen? Op die grote ronde knop? Hij staat al aan. Oh. Nee. Maar nee, maar ik was eigenlijk gewoon... Ik wou u filmen, maar... Ja, ik ben nu even thee aan het zetten. Ja, dat bedoel ik. Zet maar thee. Welkom bij deze nieuwe vlog van Pamela en Fritsi. We gaan. Duits versus Nederlands, wie is beter? Me, natuurlijk. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog België, hè? België! Op camera skills. Nou, we doen nu juist leuk. Dat was het weer voor vandaag. Wij gaan weer even verder naar Barbie kijken en thee drinken en gezellig zijn. We love you all. Doeg. Even lachen, Frits. Tam toe knap. Kijk nou, je moet je haar echt vaker losdoen. Ik kan het niet haten. Ja, het is echt mooi. Ja, moet je echt vaker los doen. Die Fritsi is mooi. Word je toch helemaal lijf. Echt tof. Ja, maar jouw... Ah! Echt, het kan terugbakken, nu. Jij... Ah! Wat zo'n vuile! Nou, zo ging dit gisteren best zo. Fritsi! Ja, donder er maar af met jullie bekken. Joe. Als Belg heb ik zeg maar heel deze hype gemist van lekker met de meiden. En dit vind ik zeg maar heel raar, wat er nu aan de hand is. Ik ga het jullie gewoon even laten zien. Die Belg is er godverdomme weer, hè? Hij woont gewoon bij mij nu, ongeveer. Ja, een stuk. We zijn Pinocchio aan het kijken. Zo, Bjorn is weg. Bjorn is echt 3 dagen achter elkaar bij mij geweest. Vet gezellig. We hebben net Pinocchio gekeken van Studio 100 dus. En dat was echt heel erg leuk. Ik zie hem straks weer. Want we gaan vanavond even chillen met een paar vrienden van ons. Dus dat is heel gezellig. En... ja, ik ga nu even een videootje opnemen. Want dat moet ik al best wel eventjes een tijdje doen. En ik denk dat het ook wel leuk is voor jullie dat er dan eindelijk weer een video komt. Misschien staat hij al online. I don't know, dat weet ik even niet. Dus dat ga ik nu even doen. Van Mora. Jongens, ik ook een cadeautje. Misschien worden we nog gesponsord. Ja, vast. Overdrijven.
Love you for that. Oké, wie heeft jou, Filip? Jij hebt mij. Oké. Okay. Oh. Ik denk dat Filip Krom mij heeft. Oh ja, Enzo Knol. Ja, dat is het min op Filip. Niet meer. Dit is nu al de vierde dag dat je in mijn vlog zit. Want wij gaan naar België! Weet je, ik denk dat ik deze vlog de Bjorn en Pam vlog. Ja, doe maar alsjeblieft. Mijn naam is Roland, ik ben jullie chauffeur van vandaag. Hallo! Ik wil daar niet op! Nou, echt heel aardig iedereen. Jammer dat ik het niet hier neer kan zetten. Afval, we mogen eten en drinken. Verder hebben wij een wc. Dat is een nood-wc. Hallo. Hey dames en heren. Welkom bij Live with Pamela. En Bob. Hey Bjorn, weg. Hey, ik wil nog iets zeggen. Nee, sorry als jullie je shine hebben gehad. Ik moet niet scherp kijken boven. Niks nut, hé. Dat doe ik ook altijd. Echt slechte vlogger. Waar zijn we nu dan? We zijn er 40 bij 40 in België. In Vlaanderen, we zijn echt... In België! Zijn land. We zijn in Vlaamland. Vlaamland. We zijn in Plopsaland. Plopsaland. We zijn in Plopsaland. 300. Het is echt erg gezellig hier. Oh, nee. En voor de mensen die het nog niet gezien hebben, 4045, de foyer, we hebben het zelf nu ook nog niet gezien, hè? Maar de foyer lijkt echt op fucking Plopsaland. Dus kom alsjeblieft zien wat alleen voor de foyer kunt al kunnen. Je mag geen fucking zeggen. Dus nu komen er een paar sfeerbeelden van 4045. De foyer, want de show mogen we niet filmen. Ja, maar dat mag jij gaan doen, want ik ga niet opstaan. Oh. Ga jij dat maar doen. Sophie Valent. Goedemiddag allemaal, hallo. Welkom bij de spektakelmusical 4045 in Studio 100 en Sophie speelt zelf mee. Vertel eens even waar de voorstelling over gaat. Deze voorstelling gaat over oorlog. Over de oorlog, je hoort het. Sophie Valent. Zeg maar heel onrespectvol ook dat ze Vlamingen zo gaat belachelijk maken, vind ik persoonlijk. Ja. Allee, ja, dit is ook Bjorn. Sorry, Bjorn, wacht nou. Bjorn. Bjorn, wat is mijn kind kwijt? Wat? Als wij een kind zouden hebben. Noord-Hollands. Nou, dan spreekt hij Neder-Vlaams. Neder-Vlaams. Ja, met zo'n Amsterdamse accent, maar toch een beetje Vlaams. Nee, dat is. Hij krijgt toch allemaal de kleren. Lukt het, schat? Ik ben waar je gaat wel nu. Dit is fucking mooi shit. Hey, vertel over. Over wat? Wat je wil. Het is jouw vlog nu. Ja, we zijn nu in België, hè? Ik voel me zo mijn element nu. Ik ga ook stoppen met nu een poging doen om Nederlands te spreken. Ik ga gewoon terug Vlaams klappen. Want we zijn in België. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld hier. Hallo allemaal. Het is vandaag zondag. Ik heb een paar dagen niet meer gevlogd. Ik ben gisteren aangekomen in Oostenrijk hier. Ik had vanochtend ook al een stukje gevlogd. Alleen dat stukje was zo hectisch en snel dat ik dacht ik ga het gewoon even opnieuw doen. Maar ik ben dus in Oostenrijk en ik heb niks van de hele rit er naartoe gefilmd. Maar dat kwam omdat ik echt ik ging om 7 uur vliegen in de ochtend. Mijn wekker ging om 4:15 en ik sliep pas om 2 uur. Dus ik heb maar 2 uur geslapen die nacht. En ik kon het gewoon niet, ik kon mezelf er niet toe zetten om de camera erbij te pakken. Dus sorry daarvoor, maar goed. Ik heb vandaag al een dagje geskiet. Mijn eerste dagje skiën. Ging echt weer super goed. Het was echt weer heel erg fijn en leuk en... Nu ga ik even een avondje rustig doen. En nu heb ik wat beelden die ik vandaag heb gefilmd. Want die gaan er natuurlijk wel in. Ja. Februari kan het nooit april. Sassou. Het gras wordt groener aan de overkant. En als de eerste vlok of pixentale dal vullen, dan komt Wolters morgens binnen. Dan hoor ik het geschreeuwen houden.
Ik hou zielsveel van jou en we gaan er een geweldige tijd van maken. En die heb ik al, Olivier. Oké, jij bent en blijft mijn pap. Sorry. Mijn papa, mijn trots, mijn beste maat. Je wil niet weten hoe ongelooflijk trots ik op je ben. We steunen elkaar een dikke deur, letterlijk en figuurlijk. Zelfs wanneer ik voor de 600ste keer optreden. Nog zie. Papi, je hebt nu al 4 mensen aan de jas. Ik geniet van jou enthousiast met plezier. Ik hoop dat we jaren deze band kunnen houden. Altijd rond. En ik nog heel vaak met je het land op kan. Wat ik hou van je. En al ben ik je voorbij gegroeid, ik blijf je kleine Bobby. Ah, je bent toch zo schattig. Zo, ik ga nu lekker mijn bedje in, want ik ben echt super moe. Ik heb even een rustig avondje. Want ik ben gewoon echt kapot van de afgelopen weken school waarin ik veel te laat ben gaan slapen. Dus ik ga nu lekker mijn bedje in, film kijken en slapen. Dus bij deze wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!